In deze review gaan we kijken naar de Sony RX10 Mark IV. Ik ben trouwens Joris Dijkema, fotografiedocent en eigenaar van Kijk en Zie Fotoschool. En ik verkoop geen apparatuur. Ik heb op geen enkele wijze de belang bij of jij nou wel of niet iets koopt. Dus je krijgt ook mijn ongezouten mening en ik zal je ook de nadelen noemen. 100% onafhankelijk. Nou trouwens, heb je deze camera al of ben je van plan die te gaan kopen? Kijk ook even op YouTube bij mijn andere video, de camera handleiding video speciaal voor de Sony RX 10 Mark IV. En daar leg ik ook uitgebreid uit hoe je deze camera kan instellen. Dus als je daar meer uit wil halen, zou ik je zeker aanraden om die te gaan kijken. De Sony RX 10 Mark IV is een premium bridge camera, veel gebruikt voor wildlife en vogels. Het is dus een camera waarbij je geen lenzen kan wisselen zoals wel kan met de systeemcamera of de spiegelreflexcamera. Nou, het eerste voordeel is: de camera is relatief klein en licht als je kijkt naar wat die kan. Op zich is hij ook nog steeds uh, bijna 1100 gram. Dus je steekt hem niet in je borstzak. Maar als je dit gaat vergelijken ja, met een systeemcamera of spiegelreflexcamera met bijvoorbeeld een 600 mm lens. Ja, dan kom je toch wel uit op veel grotere en zwaardere uh, lenzen. Uh, en ja, klein en licht betekent dus makkelijk mee te nemen met een wandeling uh, als je gaat fietsen. Maar natuurlijk ook met het vliegtuig. En het betekent ook dat je heel goed uit de hand kan werken. Een kilo is prima, echt uitstekend te doen uit de hand. Het is niet zwaar. Um, en dat is een voordeel. Want ja, met die grote lange lenzen, waarmee ik uh, ja, zelf ook werk. dan wordt het vaak wel moeilijker om uit de hand te fotograferen voor lange tijd. Nou, de bouw is zeker degelijk te noemen. Hij kan tegen enige stoten. Ik denk dat de bouw van een spiegelreflexcamera uh, wel sterker is. Maar die was ook sterker dan de van de gemiddelde systeemcamera. De camera heeft bescherming tegen stof en water. Um, en dat is natuurlijk wel handig als je bijvoorbeeld ook op safari gaat fotograferen in stoffige omgevingen. En het is sowieso altijd wel een goed idee om iets van bescherming te gebruiken in dit soort omstandigheden. Toch om te voorkomen dat de camera heel vies wordt. Ik ben zelf een fanatiek Sony gebruiker. En ja, ik ben echt enthousiast over de bediening van de Sony RX-10 Mark IV. Je zult straks ook wel wat nadelen horen. Dat komt aan het einde van de review. Uh, maar een aantal zaken vind ik echt heel positief. Als fotografiedocent zie ik ook wekelijks meerdere groepen cursisten. Um, en wat ik toch wel zie is dat bridge camera's, dus een camera zoals deze waarmee je geen lens kan wisselen, uh, dat die niet altijd de beste bedieningsmogelijkheden hebben. Het is nogal eens zo dat je veel door menu's moet om uh, wat dingen te wijzigen. Uh, en de RX10 Mark IV, ja, die lijkt qua bediening voor mij heel erg op... Camera's die ik zelf gebruik, bijvoorbeeld een Sony A1 wat ik eerder, of andere systeemcamera's die ik eerder heb gebruikt. Wat ik heel fijn vind aan de bediening bijvoorbeeld is de mogelijkheid om, om in de M stand te werken met ISO automatisch. Nou, dit is gewoon heel populair voor ja, een wildlife-fotograaf, omdat je natuurlijk te maken hebt met wisselende omstandigheden: dieren die bewegen, vogels die vliegen. En dit werkt uitstekend. En je kunt dan ook nog met het wiel voor belichtingscompensatie, boven op de camera, kun je heel snel een correctie maken ja, op de belichting. Um, en als je dus M stand met ISO Auto gebruikt en je gaat dat wiel gebruiken, het belichtingscompensatiewiel, ja, dan ga je een correctie maken op de ISO. En zo maak je snel je foto wat lichter of donkerder. En omdat je ook je histogram klein in beeld kan houden. Dat doe ik zelf ook met mijn Sony systeemcamera's. Daardoor kun je goed zien hoe de belichting uitpakt. En als je denkt van oei het wordt misschien wat overbelicht. Dan kan je snel met dat wiel voor belichtingscompensatie. Kun je dat corrigeren door dat heel even in de min te zetten. Nou, verder um, vind ik vrij uniek voor zo'n camera is dat je dus heel veel opties hebt om de camera helemaal te personaliseren of te customize in het Engels. En wat bedoel ik? De custom buttons. Dus C1, C2, C3. Daar kun je functies neerzetten die voor jou belangrijk zijn. Uh, en dat kan voor iedereen anders zijn. Uh, en dat, ja, dat zie je ook bij de Sony systeemcamera's, maar dat zie je toch veel minder bij de gemiddelde ja, bridgecamera. Je kunt de RX-10 Mark IV ook gebruiken met backbutton autofocus. Ja, en daarmee kan je dus achterop de camera een knop gebruiken waarmee je gaat scherpstellen, uh, en de ontspanknop laat je dan alleen nog maar foto's maken. Uh, dat is hoe ik zelf ook graag werk met wildlife en vogelfotografie. En daar ben ik zeker niet de enige in. Uh, ja, en dit is ook niet bij elke camera en zeker niet bij een bridgecamera ook echt mogelijk. En dit zorgt gewoon voor meer rake shots van ja, vogels, dieren of snel bewegende onderwerpen. Kan natuurlijk ook sport zijn. Nou, later in deze video vertel ik ook het allergrootste nadeel van de Sony RX-10 IV. Je hebt ook nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld een autofocuspunt dat je veel gebruikt om dat te registreren en dat kun je dan vervolgens weer oproepen met een andere knop, waardoor je heel snel kan schakelen tussen bijvoorbeeld een heel klein precies scherpstelpuntje en een veel groter scherpstelgebied. Nou, dit is ook wat ik zelf graag doe. Uh, en dat het op zo'n camera zit is gewoon ontzettend luxe. En zorgt ook weer voor dat als het erom gaat, dat je veel sneller bent ook met het scherpstellen. Nou, de camera heeft een zoombereik van 24 mm tot 600 mm. Dat is omgerekend naar uh, full frame. Uh, nou, dat is natuurlijk een uniek perspectief. Dat kan je gewoon op de systeemcamera uh, niet krijgen op die manier in één lens. En helemaal niet voor 1,1 kilo. Dus dat is absoluut uniek. 600 mm is natuurlijk flink. En dat is ook wel wat je wil bij ja, dieren, en zeker ook bij vogels. Maak je wijdere beelden, dan is de lichtsterkte F2.8 ga je helemaal inzoomen naar 600 mm. Dan wordt de diafragma F4. En dat is nog steeds zeker niet verkeerd. Hou jij ook zo van natuur en fotografie? En wil je meer uit je camera en jezelf halen? Download dan mijn gratis e-book op Wikimedia De 10 bouwstenen van betere fotografie. En dat zijn 50 pagina's met allerlei tips. En als je wil kun je me ook eens om apparatuuradvies vragen. De camera beschikt over beeldstabilisatie. Op zich is dat niet heel uniek voor een bridge camera. Maar dit helpt wel om bijvoorbeeld op 600 mm ja, toch wat, met wat minder schok je onderwerpen in beeld te hebben. En je kunt daardoor met iets langere sluitijden uit de hand toch nog scherpe foto's maken. Nou, uniek voor een bridgecamera is de autofocus, de kwaliteit daarvan, van de RX10 Mark IV. Dus Sony is natuurlijk de eerste geweest die ontzettend goed was in het tracken, dus het volgen van onderwerpen. Denk aan de Sony A9 systeemcamera die, die ja, toen die op de markt kwam was revolutionair. Ik was altijd Canon gebruiker en omdat Canon daarmee op dat moment nog achterliep, nu niet meer. Maar ben ik op een gegeven moment ook overgestapt naar Sony. Deze technologie zit ook in de RX10 Mark IV. En het is absoluut goed. Um, en het is echt beter dan bijvoorbeeld wat Panasonic. Die ook bekend staat om bridge camera's uh, jou op dit moment kan bieden. Dus dit gaat echt zorgen voor meer rake shots. Van dieren die snel bewegen. vogels die vliegen. Nou, met 24 foto's per seconde. Is deze camera natuurlijk ook razendsnel. Uh, als je deze snelheden wil halen. Dan kom je bij Sony al uit bij het topmodel op dit moment, de Sony A1 um, en natuurlijk de A93. Uh, en de camera's daaronder die halen gewoon niet die snelheid. Um, en als je kijkt wat die camera's kosten, dan is dat heel wat meer dan, dan deze. Dus combinatie van heel goede autofocus, hè, dus het tracken, het volgen van onderwerpen en heel veel foto's per seconde maken, dat zorgt ervoor dat je veel kans hebt op. Goede unieke momenten. Denk aan vogels die vliegen. Dat je dan net het juiste moment met de vleugels mooi, dat je dat kan vastleggen. En dan is 24 foto's per seconde absoluut een voordeel. Nou, ik zal niet zeggen dat dit een goedkope camera is die iedereen zomaar koopt. Um, maar je moet wel beseffen dat als jij uh, ja, dit lensbereik, 24 tot 600 mm, als je dat uh, wil in een uh, systeemcamera bijvoorbeeld, uh, of vroeger de spiegelreflex, dat je dan veel meer geld kwijt was. Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar de Sony systeemcamera, um, een, een 600mm lens f4 uh, kost je ongeveer 14.000 euro. Um, nou dan heb je nog een premium body erbij, want anders heb je eigenlijk de snelheid niet. Bijvoorbeeld een a1, 7.000 euro ruim. Dus als je het op die manier vergelijkt, dan uh, is het wel degelijk een. Uh, ja, voor wat hij biedt, is het relatief betaalbaar. En voor een grote publiek toegankelijk dan natuurlijk een 600 mm lens van dik boven de 10.000 euro. Nou, je kan die RX-10 Mark IV gebruiken in uh, JPEG. Um, verschillende kwaliteiten kun je ook selecteren. Maar je kan natuurlijk ook in RAW gaan fotograferen. maar nou, als jij je fotografie. Um, op een gegeven moment iets serieuzer nog gaat nemen, dan ga je merken dat je soms ook bewerking nodig hebt. En raw is daarbij gewoon een heel stuk beter. Bewerken betekent overigens niet dat dat per se manipuleren is, zeker niet. Want als je meer gaat fotograferen, ga je steeds meer zien dat dat wat jij ziet met je ogen niet per se het resultaat is als foto. Dus de camera heeft allerlei beperkingen. En je kunt in RAW dat veel beter corrigeren. En juist door die nabewerking in te zetten. Ja, kun je re natuurlijke resultaten gebruiken. Nou, ik gebruik daarbij zelf heel graag Adobe Lightroom. Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden. Nou, vind je het ook leuk om af en toe te filmen? Um, zelf ben ik daar ook gepassioneerd over. Want sommige ja, situaties zijn gewoon heel mooi. Als je ook echt de beweging kan vastleggen van dieren en vogels natuurlijk. En dan is dit ook een degelijke camera, want je kunt filmen in 4K. Dat geeft je toch de mogelijkheid om meer te kroppen, dus de dieren wat dichterbij te halen. Of je kan in een lagere resolutie ook heel mooie slow motion video's maken. Nou, er zit een limiet op van 30 minuten achter elkaar kunnen filmen, maar ik denk dat dat voor de meeste mensen geen probleem is, dat de meeste mensen niet langer dan 30 minuten achter elkaar zullen filmen. Nou, hoe zit het eigenlijk met close-up of macro mogelijkheden? Nou, het is natuurlijk geen echte macro lens die in, uh, in die RX-104 zit. Maar het is wel zo dat als je helemaal inzoomt tot 600 mm, dat je een relatief korte minimale scherpstelafstand hebt. Dat is bepalend voor ja, die vergrotingsfactor in je foto's. En 70 cm is als je helemaal bent ingezoomd ongeveer de minimale scherpstelafstand. En dat betekent dat je toch ook heel mooi en degen close-ups kan maken. Ook al is het geen echte vergroting van een macro lens. Nou, als je ook moeilijke lichtsituaties wel eens fotografeert, en dan denk dan aan bijvoorbeeld zonsopkomst, soms zonsondergang, soms waarbij de lucht veel lichter is dan het land, uh, of dieren in een landschap, waarbij de lucht toch weer veel lichter is, dan kun je ook gebruik maken van de HDR-mogelijkheden. En de rx 100 4 heeft ook bracketing-mogelijkheden. En daarbij kan je dus meerdere foto's snel achter elkaar maken met een verschillende belichting. En die kun je dan later samenvoegen in een fotobewerkingsprogramma. Nou, verder heeft de rx Team 4 ook een Zebra functie um, en dat is eigenlijk uh, hetzelfde als bij de systeemcamera's. Ik gebruik dat zelf ook wel uh, en dat kun je helemaal instellen, dus ook helemaal personaliseren. Maar nou, Dat is niet voor degenen die beginnen, maar ben jij een geavanceerde gebruiker en dan kan je daarmee ook beter zien waar overbelichting optreedt. Dan komen er streepjes door je beeld te staan, daar waar het overbelicht is, bijvoorbeeld in de lucht. En dan zie je, oh, dan moet ik nu eventjes mijn belichtingscorrectie toepassen, iets naar negatief, naar min, en dan verdwijnt het weer. Dus dit waarschuwt mij of ik nou overbelichting ga krijgen of niet. Dat zie ik dus terwijl ik aan het fotograferen ben. Nou, niet alles aan deze camera is natuurlijk positief, um, je krijgt een ongezouten mening want ik heb geen enkel belang bij een aankoop van jou. Aantal nadelen op een rij. Kijk, deze camera heeft een 1 inch sensor. En dat is in zijn klasse, um, is dat een degelijk formaat sensor. Maar als je dat gaat vergelijken met uh, een systeemcamera of spiegelreflexcamera waarbij je een lens kan wisselen. Uh, dan is dit een kleine sensor. En daar doe je altijd concessies voor. En de belangrijkste concessie is dat de beeldkwaliteit een stuk minder is als je minder licht hebt. Dus als er genoeg licht is, dan kan deze camera je behoorlijke beeldkwaliteit bieden. Uh, maar als er wat minder licht is, dus op een bewolktere dag um, of het is al wat later op de dag en uh, je gaat al richting zonsondergang, hè, of juist uh, zonsopkomst, rond zonsopkomst, dan is het licht minder. Of je fotografeert vanuit een, een, een hut, een hide voor vogels of andere wildlife, heb je ook vaak te maken met wat minder licht. In het bos bijvoorbeeld ook. Uh, ja, en dan ga je toch concessies doen. Dus de kwaliteit wordt een stuk minder, en dat is ook wel een nadeel. Kijk, deze kamer is ook bedoeld voor dieren, wildlife, vogels. Uh, en ja, feit is nu eenmaal dat ook heel veel dieren actief zijn als er wat minder licht is, in de ochtend en de avond. Uh, en dan kan de sfeer uh, wel mooi zijn. Uh, en je hebt toch vaak wat kortere sluitertijden nodig voor uh, dieren omdat ze bewegen. Um, en ja, dan kom je heel snel toch ook wel uit bij uh, ja, wat hogere ISO die je moet gebruiken en dan wordt de beeldkwaliteit wel minder. Nou, een nadeel vind ik ook dat er geen joystick op de, op de RX10 IV zit. En daarmee kan je sneller je autofocuspunt veranderen. Nou, dit hebben de geavanceerdere systeemcamera's wel. En hiermee kun je veel vlotter jouw autofocuspunt wijzigen. Dus waarmee je wil, waarop je wil scherpstellen. Je kunt wel het touchscreen gebruiken. Uh, op zich gaat dat ook redelijk. Maar ja, wil je echt wat serieuzer fotograferen, dan wil je eigenlijk... Continu door die zoeker kijken en dan wil je niet je ogen van de zoeker af moeten halen en dan op een LCD scherm moeten kijken en zo. En dan eigenlijk is dat niet helemaal optimaal wat mij betreft. Had er voor die prijs van mij wel op mogen zitten. Nou, deze camera heeft een kleinere sensor dus, de 1 inch sensor en die geeft jou 20,1 megapixels. Nou, als je dat gaat vergelijken met de grotere uh, sensoren, dus APS-C of full frame sensoren, die zie je bijvoorbeeld in de systeemcamera's waarbij je lenzen kan wisselen. Dan is dat niet per se um, heel veel tegenwoordig. Hè. Er zijn zeker camera's die, die meer hebben. Uh, en het voordeel is natuurlijk dat je dan meer kan kroppen. Als je bijvoorbeeld 30 megapixels hebt of 40, 42 of uh, soms zelfs 50 of 61. Dan kan je natuurlijk meer kroppen bijsnijden. En daarmee krijg je de dieren toch nog een heel stuk dichterbij. Uh, dat is niet mogelijk bij de RX Team 4. Tuurlijk kun je wel zeker wel kroppen. Um, ik zou zeggen, kroppen tot 10 megapixels, dus de helft. levert je nog steeds uh, een grote afdruk op. Uh, maar minder dan, dan mogelijk is met andere camera's. Verder kun je geen extender gebruiken. Um, als je systeemcamera gebruikt met een verwisselbare lens, kun je daar een extender op zetten. Uh, en daarmee kan je bijvoorbeeld 1,4 keer je bereik vergroten van je lens. Dus een 600 mm lens wordt dan keer 1,4 840 mm. En als het een kwaliteitslens is, dat is wel belangrijk, uh, ja, dan krijg je natuurlijk toch meer bereik. Um, dat is niet mogelijk hierbij. Verder, als je te maken krijgt met ja, situaties waarin bepaalde delen in je foto veel lichter zijn dan andere, uh, en in vaktermen heet dat een groot dynamisch bereik, heeft dan die scène, ja, dan is een kleinere sensor ook wel minder dan een grotere sensor. Denk bijvoorbeeld aan full frame. Dus je krijgt dan iets eerder moeite met. Ja, details vastleggen in de lichte delen en de donkere delen. Uh, en daar is een kleinere sensor uh, en ook deze camera gewoon iets minder goed in. Um, als je de ISO laag kan houden bij genoeg licht, dan is het uh, zeker wel beter. Maar als je ook de ISO moet gaan verhogen, ja, dan wordt dat ook steeds wat minder. Nou, elk voordeel heeft natuurlijk ook zijn nadeel. Het is natuurlijk een camera waarbij je geen lens kan wisselen. Maar je krijgt wel een uniek lensbereik. 24 mm tot 600. Um, maar ja, dat je geen lens kan wisselen is soms lastig. Soms wil je misschien toch een wijdse beeld. Um, uh, soms een groothoek voor 16 mm. Ik zeg al maar wat noorderlicht. Uh, of je wil echt macro fotografie doen. Uh, en dan, ja, dan zit je met het limiet dat je geen echte macro lens hebt. Of je wil binnen fotograferen met zo'n 50 mm 1.8 lens. Dat kan helaas niet. En ook de kleinere sensor van deze camera die zorgt ervoor dat je wel moeilijker kan spelen met van die wazige, mooie, onscherpe achtergronden. Dan bijvoorbeeld een, ja, een, een spiegelreflexcamera of systeemcamera. Met een losse lens. Uh, waarbij je een heel laag F-getal kan gebruiken. Dus daar kan je makkelijker een onderwerp uh, scherp krijgen en dat hij er echt uitspringt. En zo'n mooie, creatieve, wazige achtergrond gebruiken ja, dan bij die rx 10 IV. Het kan zeker wel, uh, maar niet in de mate waarin je dat met een systeemcamera kan. En dat kan ook een voordeel zijn als je zegt: Ik wil ook wel eens binnen fotograferen, uh, mijn uh, kinderen, kleinkinderen of uh, dieren. Uh, ja, dan is zo'n losse lens, uh, zo'n lichtsterke lens, bijvoorbeeld 50 mm 1.8 is heel mooi. Waarom? Er kan A nog meer licht door. Uh, daardoor kan je de ISO laag houden en heb je hoge beeldkwaliteit. Uh, en B, uh, binnen heb je niet altijd de mooiste achtergronden. We wonen niet allemaal in een grote villa met een enorme huiskamer. Dus dat betekent dat je wel eens een kast in de achtergrond hebt als je een dier fotografeert of een heel klein kind. En als je dan je achtergrond heel water kan krijgen, dan is dat heel sterk. Want dan ben je minder afhankelijk van de iets minder mooie achtergronden. Nou, daar is een, een simpele spiegelreflex, dus noods tweedehands met een. Uh, uh, met een lichtsterke lens of een systeemcamera is daar gewoon beter in. Je kunt dus wat minder spelen met scherpte diepte zoals dat heet in de fotografie met de RX10 Mark IV. Verder is het natuurlijk zo dat je dus geen lens kan wisselen. Dus je, ja, je betaalt voor één toestel um, en uiteindelijk gaat het toestel natuurlijk verouderen. Dat is natuurlijk ook zo bij de systeemcamera en de spiegelreflexcamera. Uh, maar je kan natuurlijk losse lenzen, kun je vaak toch nog wel langer blijven gebruiken op een nieuw toestel. En die houden ook vaak wat langer hun waarde dan een camera. Ik moet zeggen dat de RX10 IV is natuurlijk al een tijd op de markt. En is nog steeds geen opvolger. Dus hij doet het eigenlijk wel al jaren heel erg goed. Verder, ja, Sony uh, is lange tijd stond niet echt bekend om de duidelijkheid in de menu's. Um, persoonlijk vind ik, uh, ik ben dus ook Sony gebruiker, maar ik vind bijvoorbeeld Canon daar een stuk beter in, Is gebruiksvriendelijker. En het geldt ook wel voor de RX10 IV. Um, heel veel opties en ja, mensen, simpel gezegd, verzuipen daar een beetje in. Ik krijg niet altijd uitleg wat het nou inhoudt. Um, soms staat het niet altijd op een logische plek. Uh, gelukkig kun je wel ook een My Menu maken, een persoonlijk menu. En daar kan je dus alle instellingen inzetten die jij toch vrij vaak wil gebruiken. En waar je niet een aparte knop voor hebt. Dus je kunt dat eigen menu maken om toch sneller de belangrijke functies te vinden. Nou, al met al is de Sony RX-10 Mark IV wel uniek in zijn soort. Dus voor de Bridge-camera biedt hij echt opties die uh, uniek zijn. En dan bedoel ik bijvoorbeeld de hele goede autofocus-mogelijkheden. Dus het tracken, het volgen van onderwerpen. Gecombineerd met heel hoge snelheid, dus 24 foto's per seconde. Een uniek, uniek lensbereik van 24 tot 600 mm relatief betaalbaar en ook de buffer van de rx 104 is groot en dat betekent dat je lang achter elkaar op die hoge snelheid kan blijven fotograferen zonder dat die camera meteen gaat vertragen en dit zie je bij heel veel um, iets goedkopere systeemcamera's roll fotografeert na een paar seconden begint hij al te vertragen bediening is echt wel goed uh, heel veel custom knoppen om uh, functies neer te zetten en het allergrootste nadeel van deze camera is toch de beeldkwaliteit bij minder licht? Dus op het moment dat je minder licht hebt, hè, schemering of uh, al iets daarvoor, en je moet heel korte sluittijden gebruiken voor de dieren die snel bewegen, dan gaat de beeldkwaliteit toch wel achteruit. En dat is echt wel een groot verschil met ja, de modernere systeemcamera. Dus ja, niet iedereen heeft natuurlijk uh, duizenden euro's uh, voor beter materiaal. Uh, maar in die situatie is het minder en ja, het is wel zo dat dieren regelmatig actief zijn bij minder licht. Dus dat is dan ook echt de beperking, grootste beperking van deze camera. Nou, wil je nou leren hoe je deze camera, hoe die werkt, hoe je die het beste kan instellen, uh, hoe je die echt optimaal gebruikt om daar alle resultaten uit te halen en meer rake foto's te maken? Bekijk dan dus mijn andere YouTube-video. Uh, ...over de handleiding van de rx Mark IV. Ik zal hem hieronder zetten in het linkje. En als jij meer wilt leren over jouw toestel en in fotografie... Uh, ...download dan mijn e-book... ...de 10 bouwstenen van betere fotografie. En dat zijn 50 pagina's. En daarin leer ik jou wat zijn nou de 10 onmisbare stappen... ...voor krachtige en creatieve fotografie. Zodat je ook echt alles haalt uit de investering die je doet in je camera. Dat is gratis en kun je downloaden op kijkandziefotoschool.nl. Meer dan 100.000 mensen hebben dat gedownload. En voor nu veel succes met jouw keuze of met jouw camera, de Sony RX-10 Mark IV.